Jullie komen interviewen. Ja. Wat leuk. Ja. Kom binnen. Hier is mijn werkkamer. Wilde u als kind al schrijver worden? Als kind wilde ik eigenlijk liever acteur worden. En later televisiepresentator. En nog weer later wilde ik geitenboer worden. Maar op een dag, toen ging ik naar school en toen las ik een verhaal voor in de klas. En daar waren de kinderen zo enthousiast over. Toen riepen ze, één jongen die riep, wauw, wat een mooi verhaal. Jij bent een echte schrijver. En toen dacht ik, hé, ik ben al iets. Ik hoef helemaal niks meer te worden. Ik hoef geen geitenboer te worden. Hè, want ik kan gewoon schrijver blijven, want daar ben ik al. En toen heb ik besloten om schrijver te worden. Dus in het begin wilde ik nog niet schrijver worden. Maar toen kinderen heel enthousiast waren, toen dacht ik, nou, ik word gewoon schrijver. Had u vroeger veel vrienden? Ik had een paar vrienden. Een paar hele goede vrienden op de basisschool. Met vrienden, hè, denk ik dat het belangrijk is dat het beter is om een paar hele goede vrienden te hebben. Dan een heleboel vrienden die je zomaar heel af en toe ziet. En die je niet, waar je niet echt heel goed mee kan praten. Dus op Facebook heb ik wel 1000 vrienden. Maar echte vrienden, dat zijn er gewoon een paar. Wat betekent vriendschap voor u? Oh, dat is een moeilijke vraag. Nou, een vriend is iemand die je echt helemaal kan vertrouwen. Waar je alles mee kan vertrouwen. Waar je alles aan kan vertellen. Ook dingen die je misschien een beetje voor schaamt. Of dingen die je niet zo leuk vindt. Of als je boos bent, kun je dat vertellen. En het maakt allemaal niet uit. Want ze bewaren je geheim ook. Dat vind ik ook belangrijk. En een vriend is ook iemand met wie je gewoon leuke dingen kan doen. Met wie je kan lachen. Dat vind ik heel belangrijk. Dat je samen lol kan hebben. En dat je je helemaal jezelf voelt. Waarom heet het boek De Eilandenruzie, terwijl het thema vriendschap is? Ook een goede vraag, zeg. Nou, ik vind het leuk, als het een boek over vriendschap gaat, vind ik het ook leuk als er wel een beetje een soort gek scherp randje aan zit. Als het niet alleen maar zoetig en lief en leuk is. Er moet ook wel iets van ruzie of iets van conflict in, hè. Dat is sowieso voor een boek goed, hè. Dat er, kennen jullie dat conflict? Zo noemen schrijvers dat, hè. Dat mensen verschillende dingen willen. Dat ze ruzie hebben of dat ze met elkaar in gevecht gaan. Dat is altijd goed voor een boek. De kinderen willen eerst vriendschap sluiten om de ander te bespioneren. Is dat wel een goede reden om vriendschap te sluiten? Niet iedereen sluit vriendschap met je omdat hij echt vrienden wil zijn. Soms gebeurt het wel eens dat ze andere dingen willen van je. En ja, dat gebeurt ook. Dus dat wilde ik ook in mijn boek schrijven. En omdat ik heel veel over spionage schrijf, vond ik dat wel een heel leuk ding om er ook in te zetten. Dat het niet alleen maar leuk is en dat vrienden niet alleen maar te vertrouwen zijn. Maar dat het soms ook wel eens dat je denkt, hé, zit er iets achter of zo? Zou u zelf nog wel eens kind willen zijn? Ja, aan de ene kant wel. Het is heel leuk om kind te zijn. Omdat je dan alle tijd van de wereld hebt. Tenminste, zo voelt het als volwassene. Maar het is ook niet zo leuk, want je mag niet snoep eten wanneer je dat zelf wil. Je mag niet naar bed gaan wanneer je dat zelf wil. Je mag heel veel dingen niet zelf bepalen. En dat vond ik als kind heel frustrerend. En nu kan ik gewoon tot 2 uur opblijven als ik dat wil. En ik kan zoveel snoep eten als ik wil. Dus dat is het leuke van volwassen zijn. Wordt u ook vaak herkend op straat of valt het wel mee? Nou, ik doe meestal niet deze blouse aan, want anders dan weet iedereen wie ik ben. En als ik een gewone blouse aan doe, dan ben ik gewoon een kale man en dan herkennen ze me niet. Heeft u zin in de kinderboekenweek? Ik heb heel veel zin in de kinderboekenweek. Ik vind het ook heel spannend. Want al die kinderen gaan het lezen. Hè. Er zijn 355.000 boeken zijn er gedrukt. Hè. Dat is natuurlijk een heleboel. Dat vind ik spannend. Maar ik vind het ook heel leuk. Want ik mag allemaal kinderen handtekeningen zetten. Ik mag vertellen over mijn boeken. En dat is natuurlijk heel leuk om te doen. Ja, high five. Dankjewel, ik vond het leuk dat jullie er waren.